Jan Smit, icoon van de Palingsound en voormalig voorzitter van FC Volendam, bevindt zich momenteel in een emotioneel moeilijke periode na zijn gedwongen afscheid van de geliefde voetbalclub. Zijn vertrek als bestuurder en supporter heeft diepe wonden geslagen. "Ik voel me niet meer welkom," deelt hij met pijn in zijn hart. De schok kwam in november vorig jaar, toen Jan Smit onverwachts een e-mail ontving waarin stond dat het voltallige bestuur de volgende dag zou worden ontslagen. Op Instagram uitte hij zijn frustratie. Mijn vriend, medegrondlegger van ambitieuze hervormingen, Keje Molenaar, werd eerder dit jaar al publiekelijk geëlimineerd door de Raad van Commissarissen. Nu wordt het bestuur uit de weg geruimd. Ondanks zijn ruim eenjarige voorzitterschap werd Jan Smit zonder genade aan de kant geschoven, wat diepe wonden achterliet. In een interview met het Algemeen Dagblad onthult hij dat hij niet eens meer de wedstrijden van de club bezoekt. "Ik voel me niet welkom in het stadion, persona non grata." Desondanks blijft zijn liefde voor de club in zijn hart en kijkt hij nu de wedstrijden op televisie, terwijl zijn zoon zijn plek in het stadion inneemt. De maandenlange bestuurlijke chaos en de matige sportieve prestaties van het team maken de situatie extra pijnlijk. "Voor het eerst in mijn leven ben ik ontslagen. Dat maakt me nederig. Het doet me inzien dat je eigenlijk niet zoveel voorstelt," reflecteert Jan Smit op de harde realiteit van zijn gedwongen vertrek bij FC Volendam.